Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Sorry voor mijn stem, ik ben heel benauwd. En nee, ik verwacht niet dat dat corona is, maar ik heb uiteraard voor de zekerheid wel laten testen. Want ik wil natuurlijk niemand in gevaar brengen. Dus daar krijg ik vandaag de uitslag van. Maar daardoor ben ik dus heel hees. Tenminste, ik ben heel hees omdat ik benauwd ben, maar ik heb astma, dus waarschijnlijk ligt het daaraan. Maar Elin kon bijvoorbeeld gisteren ook niet naar de kinderdagverblijf omdat ze heel verkoud was. Dat is eventjes het ding. Ik dacht, ik begin met een shoplog, want ik heb een aantal dingen bij de Zara besteld. Want in Nielse broeken kwamen gaten, dus dat is het moment dat er nieuwe broeken zijn. En hij heeft nu zeg maar voor het eerste leeftijd bereikt dat hij dat er gaten in zijn broeken komen. Want voorheen was hij zeg maar al uit de broek gegroeid voordat er een gat in zou komen. Maar nu is hij natuurlijk, hij groeit nog steeds, maar niet zo hard als eerst. Dus nou ja. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Ik heb vooral dus heel veel broeken gekocht. Hij heeft er al eentje aan. Dat is wel zo'n biker jeans uit de special price collectie, zeg maar. In de A-mini, weet ik veel. Dan hebben we deze. En die zit ook goed. Deze pijpen zijn erop gerold. Maar die kan je natuurlijk ook gewoon laag doen. Maar dit is gewoon de, dit heet volgens mij heet dit de Basic Skinny. En die heb ik dan ook in het lichtgrijs. Dit zijn eigenlijk broeken die hij dus altijd heeft. En bijna altijd draagt hij lichtgrijs of donkergrijze broek. Ik ben zelf niet heel dol op de spijkerkleurbroeken. Die heeft hij ook wel hoor. Maar ik vind grijs eigenlijk wat leuk. Dus dit is meer een lichtgrijze. Ik weet niet of het overkomt. Dit is. Oh, hier zie je het beter. Lichtgrijze. Dan nog twee korte broeken. En die bestel ik altijd kleiner. Dit is maat 104. Ik had misschien zelfs nog wel een maatje kleiner gekund. Maar omdat hij heel smal is in zijn taille, ja, past het eigenlijk, past zeg maar die maat eigenlijk bij korte broeken nooit. Dit is de Bermuda. Nou, ik zie het er verder niet bij staan. Kijken. Nou, in ieder geval, dit is een leuk kort broekje met scheuren. En dan heb ik nog een zo'n. Lekker met het tegenlicht, maar anders zit ik bij de kids en dan heb je veel te veel herrie. Dit is een, ook een joggingstofbroekje en die heeft dan zo'n zakje aan de voorkant. Deze heeft hij al in het groen en die vindt hij heel fijn. Deze heb ik dus ook een maat kleiner besteld, dus dit is 104. Dan heb ik voor Elin, maar die heeft ze al aan, want die wilde ze aan, want dat waren Elsa schoenen. Haar basic gimpjes. Dit zijn de, heb ik er een naam bij? Nee. Maar eigenlijk de gimpjes die jullie haar heel vaak zien aan hebben, ze heeft ze nu in een soort camel kleur. Maar deze zijn dan weer lila, want de camel was uitverkocht in haar maat. Het is gewoon weer een maatje groter, want ze worden dan weer te krap. En ik weet niet of je hier een beetje het plaatje kan zien, maar het is zo'n heel fijn basic gimpje, echt helemaal top. Dan heb ik verder voor haar nog een paar andere dingetjes. Een leggingje. Gewoon een lekker simpel leggingje met hieronder aan een strikje. Een jurkje. Ik heb eigenlijk maar twee jurks met korte mouwtjes voor haar. En wel nog veel zeg maar zonder mouwtjes. Maar korte mouwtjes is soms wel lekker als het niet super heet is, maar wel warm zeg maar. Dus deze, witte met hartjes. Ook voor haar een kort broekje, maar die moet nog even passen, want ik vind hem best wel groot ogen. Maar ik heb best wel een aantal korte broekjes voor haar, maar die zijn eigenlijk weer net iets te strak. Een deel daarvan, die heb ik gekregen van de onderburen. En heel veel dingen passen, maar er zitten een paar zitten best wel strak. Dus dan vast er beentje omhoog bewegen of zo. En deze heeft een beetje een losse pijp. Maar ja, ik denk dat dit echt veel te wijd voor is. Dus dat ga ik even testen. En dan nog dit pakje, dat is nog gewoon heel cute. Dit is een lekkere truitje. Met dan een kort broekje erbij. Maar deze ziet er wel weer smaller uit. Dus dat is het. Dat is eigenlijk mijn bestelling. Verder zijn we dit weekend 5 jaar getrouwd. Helga Monti is eigenlijk al een bruiloft. Maar die gaat wel door, maar in heel klein comité. Dus daar zijn wij niet bij. Ik hoop echt dat het wat beter weer wordt dan de voorspellingen nu zijn. Want dat gun ik ze. Maar ja, daar gaan wij dus niet heen. Dat betekent dat we ons eigen 5-year anniversary kunnen vieren. Dus we hebben gereserveerd in een restaurantje. Verder ga ik zo het huis schoonmaken. De kindjes zijn natuurlijk hier vandaag, dus ik heb tegen Sven gezegd, ik mag natuurlijk niet naar buiten nu. Dus ik heb tegen Sven gezegd, als ik ga stofzuigen aan het dweilen, wil jij net de kids mee naar buiten nemen. Dan gaan we daarna lekker lunchen.
En dan gaan ze denk ik allebei even rusten. Ik heb het idee dat Niels ook moe is. En dan gaat Niels daarna naar zijn bestie toe. En, of ze gaan buiten spelen, ik heb eigenlijk geen idee. En dat is het. En dan morgen gaan... oh ja, wij hebben vanavond een, gaan we meedoen met zo'n Up Beatles pubquiz, popquiz, hoe heet zoiets. Want die is nu live in Paradiso. En dat kun je dan online meedoen. En nou ja, goed. Ik verwacht niet dat wij gaan winnen. Maar het leek me wel leuk om dat gewoon met z'n tweeën te doen. Want wij zouden eigenlijk vanavond naar de Schouwburg gaan. We zouden een voorstelling hebben, cabaretvoorstelling van Patrick Lauwerij. Maar ja, dat gaat uiteraard ook niet door. Dus dacht ik, dan is dit wel leuk om te doen. Morgen gaan de kids logeren bij mijn ouders. En dan gaan wij daar gewoon een romantische tijd van maken. En ja, kijk, als ik wel corona blijkt te hebben, dan wordt het anders. Dan laten we wel eten bezorgen, denk ik. Maar ja, ik denk het echt niet. Maar goed, better safe than sorry. Het huis is schoon. De kids liggen te slapen. Allebei. Niels die wilde eigenlijk gewoon om een uur of tien alweer naar bed. Die was heel moe. En Elin, laten we zeggen dat hij niet echt te genieten was vandaag. Vanmorgen. En die ligt nu ook al sinds... Nou ja, wat is het? Sorry voor dit geluidseffect. Die ligt er nu ook al sinds 11:45 of zo in. 12:00, 11:45. Ja, twee slapende kinderen, maar wel even goed. En ik ben... met een moeipoort bezig. En zwemmen en het herrie maken. En werken. Normaal ben ik trouwens altijd heel erg aan het wakker maken. Zeker bij Niels. Maar ik denk dat ze toch allebei niet helemaal fit zijn. Ik heb de uitslag gehad. Ik heb geen corona. Had ik ook niet verwacht. Dus dan is het gewoon mijn astma wat opspeelt. Dat is heel fijn. Alleen omdat Niels en Elin allebei... Of tenminste, Elin verkouden is en Niels eigenlijk niks meer aan de hand. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar Elin verkouden is en hoest, mogen alsnog dan morgen niet uit eten. Dus we gaan het nu thuis laten bezorgen. Wat natuurlijk wel een beetje jammer is, maar we hebben gewoon gezegd van, nou, dat gaan we gewoon lekker doen. En we kleden ons gewoon mooi aan en we maken er hier gewoon wat van. En dat is ook helemaal prima. Dus dat gaan we morgen doen. Ik had me wel heel erg verheugd erop. Maar goed, ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich aan de regels houden. En ook al ben ik dan in feite gewoon safe. Want dat van Elin is dus gewoon een verkoudheid. En dat van mij is dus gewoon benauwdheid. Want dat is nu gewoon getest. Vind ik het gewoon wel netjes om je hoe dan ook aan de gestelde regels. En als ik daar ineens ga zitten hoesten omdat ik benauwd ben. Ik zou me er zelf niet prettig bij voelen als ik iemand anders zou zijn. En iemand zou horen hoesten dat ik echt dacht... Wat doe jij hier? Dus we gaan het gewoon niet doen. Gaan we het hier gewoon leuk maken. Ik zei tegen ze, we gaan waarschijnlijk wel een filmpje of zo kijken. Ik zei, laten we dat dan vanavond alvast kiezen. Want ik ken ons. Anders zijn we weer een uur bezig met een film uitzoeken. En tegen de tijd buiten bezocht. Dus daar had ik al te laat voor geworden. Tegenwoordig kunnen we niet meer zo laat blijven met kinderen. Ik weet trouwens niet of ik had gezegd, maar die gaan dus bij mijn ouders logeren. Dat zouden ze al doen, omdat we die bruiloft hadden. Dat hebben we laatst staan. Vandaag zouden we eigenlijk nog cabaret hebben. Dat heb ik volgens mij ook al gezegd, toch? En dat gaan we dus ook niet. Dat gaat dus niet door. Niels is nog lekker daar te slapen. Sven is in overleg. En ik ben nog lekker aan het clip aan het plakken. En, oh. Dan moet ik even reageren, voor mijn werk. Niels is best vriendinnetje en Elin is gelukkig wat beter opgestaan. En ze heeft nu er, zoals ze dit noemt, Elsa jurk aan. En dit zijn dus die schoentjes die ik had besteld. Maar dat noemt ze dus nu... Je gaat te hard! Je gaat te hard! Dat noemt ze dus nu de Elsa schoenen, omdat ze lila zijn. Dus dat zijn de Elsa schoenen. Nou ja, prima. En nu ben ik eventjes boodschappenlijstje aan het maken, zodat ik morgenochtend de boodschappen kan bestellen. Ik ga hem pakken. Oh nee, oh nee.
Deze heb ik volgens mij al eens een keer eerder getipt, maar dit is echt een heel leuk boek. Ik ben een tijger van Carl Newson en Ross Collins. Het gaat over een muis die denkt dat hij een tijger is. En het wordt hier zowel door Niels als door Elin wordt er heel hard om gelachen. Nou, wij gaan zo beginnen met de quiz. Het zal wel helemaal niks worden, maar het is wel gezellig. En een stukje. Nou, we hebben net een stuk van die pubquiz gedaan, maar laten we zeggen dat niet. Het was popmuziek, maar echt wel een heel breed. Ja, het was van alles. Ja, ik ben niet zo in de metal en de, nou ja, dus laten we zeggen dat het niet allemaal helemaal mijn genre was. Dus we hadden weinig vragen goed. De categorie waar we wel enige vorm van talent voor hadden was de categorie dat je moest zeggen welke zanger er in welke band had gezeten. Dus dat was dan bijvoorbeeld die Nicole Scherzinger van, sorry, ik weet niet hoe je haar naam uitspreekt, van de Pussycat Dolls of Fergie van de Black Eyed Peas. Nou, weet je, daar en nou ja, dat was ook Annie Schilder van BZN, wist ik ook. Maar goed, dus dat was een categorie waar we nog iets mee konden, maar verder was het heel dramatisch. Goedemorgen en welkom op onze wedding anniversary. Ik heb net een hele mooie bos bloemen gekregen. Er is alleen één bloem denk ik onderweg gesneuveld, deze. Dus ik moet hem eventjes een beetje zo aan een ander hangen. Mijn vriendin zit hier zichzelf onder te smeren met smeerkaas. Altijd top. En Niels is naar sporten. En normaal krijgt zij dit nooit, maar ik had haar in mijn armen toen ik uit de kast een rijstwafeltje wilde pakken. En toen zag ze die, dacht ik, ach kind, het is feest vandaag. Hè, maak het uit. Dus die heeft ze, maar nu is ze er nagels mee aan het lakken. Ik wil even nog laten zien hoe het er nu uitziet, één seconde later. Ben je nagels aan het lakken? Ja, het is om te eten, Moppie. Ga maar lekker eten. Nou, Niels is nu naar sport gewacht. Ik hoor Sven binnenkomen. En ja, we gaan er een leuke dag vandaag maken. Ik heb mijn partypants om. Ja. Opa niet. Pas het niet. Nou goed, wat ik wilde zeggen is, we hadden dus allebei tegelijk post. Het zijn dus ook foto's van vroeger. Hier, toen we het huis vochten, trouwen. Heel lang geleden, een weekendje Amsterdam. Het is een bruiloft deze zomer van vrienden van ons. Het is, ik denk, Griekenland, of hoe denk ik. In Rome, en dan nog twee met de kids. We hebben voor hem dus een houten kaart gedaan. Van onze bruiloft. Die kan je hier zo inzetten. Wat ben ik toch lief voor elkaar. Dat na al die jaren. Een ballon voor in de lucht. Kijk, daar is die nog een keer. Een luchtballon. Zie je dat? Nou, eerst eens even naar de kamer. Waar wordt ze wakker? Deze wakker. Ja, die wordt wakker, hè? Ja. Ja, en wat ligt er naast haar? Klok. Ja, een klok, ja. Wat is dat? Beer. Een beer, ja. En waar slaapt ze onder? Een lamp. Een lamp, ja, goed zo, Moppie. En wat ligt hier? Boek. Een boek, ja.
En wat, hoe kom je binnen door de? Ik ben even op Etsy aan het kijken. Want voor Ene's verjaardag willen wij samen met mijn ouders haar poppenhuis geven. Ze houdt enorm van frunniken met kleine dingen. Ze speelt al heel graag met Niels en Lego, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Maar ook Duplo vindt ze heel leuk. Maar ik dacht, een poppenhuis, dat kunnen we nog steeds een beetje uitbouwen naarmate ze ouder wordt. Maar dan vond ik het heel leuk om dat een beetje samen met mama een beetje te pimpen. Zodat het echt een beetje onzet is wat we natuurlijk met dat IKEA keukentje hebben gedaan. Of wat ik met dat IKEA keukentje heb gedaan. Lijkt me heel leuk om samen met mijn moeder, zeg maar, voor haar, hè, als derde generatie vrouw in deze familie, zeg maar, om dat samen te maken. Dus ik ben nu even op Etsy aan het kijken, want ik was eerst op gewoon een paar sites. Ik doe gewoon lang leven Google van behang voor poppenhuizen, maar daar werd ik niet heel gelukkig van, want ik wil het niet tuttig hebben. Gewoon, wel een beetje, gewoon leuk, niet tuttig, niet kinderachtig, maar gewoon, ik zal even laten zien die ik heel leuk vind. Bijvoorbeeld deze, dit vind ik nou heel gezellig. Ja, deze. Dus dit is de Gold Glitter Triangles. Dit is dan een digitale download. Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe dit werkt. Maar ik dacht, ik kan natuurlijk ook van dat zelfklevende papier doen. Of ik zat gewoon te denken van, wat kan je nou voor dingen. Dus ik ben gewoon een beetje inspiratie aan het doen. Ik word hier heel gelukkig van. En ik heb bijvoorbeeld op Ene's kamer heb ik van dat soort driehoekjes als muurstickers. Ik dacht, oh, dat kunnen natuurlijk ook gewoon muurstickers. En dan maak ik ze gewoon kleiner dan. Nou goed, dus ik ben helemaal lekker bezig nu. Sven is nu eventjes hardlopen. Ik denk dat ik zo ook even ga sporten. Tussen 4 en 7 wordt het eten bezorgd. Zeg maar. Dan moet je het alleen nog maar zelf afmaken, om het zo maar te zeggen. Kijk, roze marmer. Dat is ook fantastisch. Maar goed, ik vind het dus, het mag gewoon lekker meisjesachtig zijn. Het huis zelf heeft geen roze, dus er mag wel een beetje roze in zitten. Want dat vindt ze wel een leuke kleur. Ze houdt, voor zover ik het nu kan inschatten, blauw en roze. Oh ja, en lila, want ja, dat is de kleur van Elsa volgens Elin. Nou ja, goed, dus ik vermaak me hier wel even. Haar heel veel, zeg maar, vind ik wel heel schattig, maar vind ik gewoon te tuttig, zeg maar, voor haar. Want ze is niet van tuttig, ze is best wel een stoer meisje. Dus denk, ja, dan ga ik niet een. Ik kan me voorstellen, ze houdt al van prinsessendingen en zo. Maar ze is wel, ja, het is wel gewoon een stoer meisje. Dus krijgt ze ook een schattig, maar stoer poppenhuis. Goed, ze staat net een beetje uit te pakken. En ze, oh, dat gaat ze zo leuk vinden. Denk ik ook. Nee, je weet het natuurlijk nooit. Het is altijd een gok. Dit soort dingen met jonge kinderen. Maar dat vind ik bij een tweede merk je gewoon. Kijk, zij speelt bijvoorbeeld super vaak met dat keukentje. Dat heeft Niels ooit voor zijn verjaardag gekregen. Maar daar speelt zij nu ook heel veel mee. Niels trouwens ook nog steeds. Maar ze hebben natuurlijk heel veel dingen. Heeft zij al. Bijvoorbeeld, zij heeft nu dan het fietsje wat Niels, toen hij ook het keukentje kreeg, van zeg maar de andere kant van de familie kreeg. Dus hij kreeg een fietsje en een keukentje. Zeker bij jonge kinderen vind ik, heb ik liever zeg maar één groot cadeau van een groepje mensen dan heel veel kleine cadeaus. Want ze krijgen gewoon error op zo'n verjaardag. En zij hebben geen idee het verschil tussen groot en klein, zeg maar. Maar dat fietsje heeft hij natuurlijk heel lang gebruikt. En nu gebruikt zij dat alweer heel lang. En zij gaat straks ook op zijn favoriete fietsje door. Weet je, zij groeit daar gewoon in mee. Dus heel lang verhaal kort. Ik ben maar bang aan het kijken voor een poppenhuis. En nu ga ik sporten. Laat ik dat maar gaan doen. Ga ik me toe zetten. Ik heb echt nul zin. Maar ik heb waarschijnlijk morgen nog minder zin. Dus ik kan maar beter nu doen. Ons eten is binnen. Maar eventjes, jongens. Het grand dessert. Ik word helemaal niet goed. Kijk nou. Dit is dus keer 2, hè. Dit is dus de man. Ik word niet goed. Wat fantastisch. Nom nom nom. Dit is mijn outfitje. Dit is een heel oud jurkje van Supertrash. Vooral de rug. Kan ik die laten zien zo. Even niet kunnen zien, maar het heeft een hele sexy rug. Dus dit is mijn loopie. Ik zeg, daar dus, moet ik geen hemdje onder doen, maar nou, dat was niet nodig. Dat was toch maar thuis. En dat is het. Dus, het ziet er allemaal heerlijk uit. Dus ik heb er zin in.
Nou, we hebben de eerste gang gecreëerd. Dit is de vegan variant. En dat is degene met zeebaars. En dit is met vegan zalm. Nou hou ik al niet van rode zalm, maar we gaan hem meemaken. En dit is een currysoepje. Zijn er iets meer. Dus ik ben heel benieuwd. En dan hebben we nog kroephoek. Heerlijk, deze saus was trouwens vrij spicy, heb ik net geproefd. En ik heb er dus twee bakjes bij zitten. En Sven, of drie, en Sven twee. Maar ik weet niet wat... wat is dit dan? Ik vergeet de helft te filmen, maar we hebben hier nu weer het een en ander. Sven heeft iets met zeebaars en ik heb met vegan zalm. Dan hebben we hier nog iets en daar nog iets. Dit is een Japanse noedelsalade en dit was? Iets. Nou, dit dus. Een salade. Eet smakelijk. Ik kan hem wel niet meer, maar Sven probeert... Probeer door te gaan. De zweetdruppels gros op het voorhoofd. Ik kan niet meer. En we hebben dus nog een dubbel dessert. Dus daar moet ik gewoon plek voor houden. En Sven heeft nu nog een tostada met avocado en tonijn. Ik weet het allemaal niet. En hij heeft ook nog wat rendang daar. En kimchi en van alles. Ja, die rendang, jongen. Daar kan ik echt... Tegen zijn badder maar erin. Maar dan heerlijk. Ik kan gewoon niet meer. Ik ben helemaal vol. En ik ben nog niet zo gewend aan de spicy foods. En normaal kies ik altijd de milde gerecht van elkaar. Maar hier is het natuurlijk gewoon. Het is een malle, joh. Ja. Nou. Maar het is wel heel lekker. We zitten wel te genieten. Oh jongens. Ze hebben dus echt letterlijk. Ik maak geen grap. Twee keer het grand dessert gedaan. Ja, dat moeten we dus gewoon opeten. Dat is heel vervelend. Ja, het is echt... En ik zat al vol. Dus dit wordt leuk. Iets maken. Goedemorgen. Het is volgens mij nog net morgen. Het is zondag. En mijn camera wil niet blijven staan. Zo. Het is zondag. En ik heb nog niet gevlogd. Maar de kinderen zijn weer thuis. We hebben gisteravond nog Once Upon a Time in Hollywood gekeken. En we zaten echt zo vol van die desserts. En we hadden nog kaas daarna. En ik ging niet meer ademen. Als je denkt, hoor ik, is de droger en de wasmachine die zijn bezig. Zoals altijd op de zondag. Nu ben ik de tas aan het uitpakken. Ze hebben het heerlijk gehad. Dat is heel fijn. En wij hebben het ook heerlijk gehad. Dus dat is ook heel fijn. En we denken er nu over om... ze ook bij mijn schoonouders gaan laten slapen. Die hebben ze natuurlijk echt al 3 maanden nu niet gezien. Misschien zelfs al ietsje langer. Misschien bijna wel 4. Ja, nu toch wel vrij duidelijk is geworden uit alle onderzoeken dat de kinderen niet zozeer degene zijn die het, of helemaal niet degene zijn die het in een gezin brengen of verspreiden, zeg maar. Denken we dat dat gewoon goed kan. Dus we hebben nu bedacht, maar ik moet er nog even aan mijn schoonouders voorleggen, dat we ze dan een keertje, want wij zijn natuurlijk wel het risico in die zin, dat wij het natuurlijk wel onderling het kunnen verspreiden. Dus wat wij nu hebben bedacht, is dat wij ze dan gewoon daarheen brengen, dat we daar even op afstand een bakkie doen. En dan kunnen wij ze ook eindelijk weer eventjes zien en dan kunnen de kids gewoon rustig blijven slapen. En dan kunnen zij ze de volgende dag of zo, weet ik veel, 2 dagen later, whatever, even weer terugbrengen. Maar dan houden wij het contact nog beperkt, maar zien we elkaar in ieder geval wel eventjes. Maar dan kunnen zij gewoon wel even de tijd met de kids, want ja, die hebben ze gewoon echt al zo lang moeten missen. En ja, nou, dat leek ons wel een goed idee, dus we gaan het even aan ze voorleggen. Ik heb nul energie, dus het gaat zo regenen, maar dan toch nog even naar buiten. Dat is toch wel essentieel voor iedereen met kinderen, die weet dit. Dus dat gaan we even doen. Oh, deze stond er aan. Deze stond er aan. Was een idee. Ze eten van gisteravond. Een andere zooi. Gaan we naar de papierbak brengen. Hallo. Oh ja. Een kleine break voor een pissebed. Dat is belangrijk. En zo vermaak je wel buiten. Ja, het kindje, hè? Met het hondje. Had je die geaaid?
er was niks van te merken. Dag, pissebedje. Dag, pissebed. Niels. Zachtjes, niet aanraken, lieverd. Daar schrikt hij van. Oké. Ik ben natuurlijk weer net te laat met filmen. Ze liep het met die fietsen slepen. Laat ze hem optillen, van de Rambo. Dat is een vlinder. Die ligt te slapen, Edin. Mooi, zie je hoe gelijk zijn vleugeltjes zijn? Ja. En zo sta je dus elke twee tellen bij hem. Hij gaat vliegen! Oh ja! Wow. Hij slaapt toch niet. Oh my god! Dit is Niels' een nieuwe ding. Ja, dat zei hij net ook. Oh my god. Ik weet niet waar hij dit vandaan heeft. Hij vliegt! Hij vloog. Ja, oh daar gaat hij. Maar oh, hij probeert te vliegen. Nou, nu heeft hij super mooie vleugels, hè? Was je er bang van, lieverd? Mama, ik denk dat hij een beetje gekreukeld is. Hij is een beetje gekreukeld, hè? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat één ding eraf is. Ja, nou. Het zijn gebakken bananenchipjes. Hij zit te borrelen. Eden geeft Sven heel veel bananenchipjes. Een lekkere joggingbroek aan. Zo'n hele. Ja, je mag zo eentje, Niels. Ja, die mag ook, maar die zijn gekruid. Die vind je minder lekker, denk ik. Dus ik zijn even samen. Niels is hier aan het opplakken. En ik ben hier mijn moedbord aan het maken voor de woonkamer. Maar dit deel is al af. En nu ben ik dit allemaal aan het opplakken. Skateboard. Lekker nieuw klimrek. Wordt wat. En een mevrouw die hier een haai tekent. Want ze mocht op de tafel staan. Dat leek hem ook wel. Een mevrouw die een hele haai tekent. Een hele haai, hè? Baby, 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 baby. Baby pink, baby pink, baby pink. Ondertussen zegt baby even Eden de baby even te slapen. Nee, heb je nog niet iets anders leuks gevonden? Nou, gaan we even kijken. Jongens, ik heb zo weinig gefilmd vandaag, maar ik heb gewoon geen energie. Ze is echt... Ik denk dat de mensen die astma hebben dit wel herkennen, maar... Als je gewoon de hele dag heel benauwd bent... En dat ben ik dus nu al anderhalve week. Op een gegeven moment is de koek gewoon op. Maar ik gewoon, ben zo... Moe, zeg maar. Nou ja, ik heb nog eventjes gesport. Niet conditioneel weer, want dat trek ik dan niet. Maar gesport onder het motto, misschien krijg ik daar energie van, maar... Niet vooruit de wandel, dus heb ik ook niet meer gedaan. De boodschappen zijn wel lekker binnen. Lekker gegeten met de kids. Was sowieso gezellig met de kids. Begon een beetje stroef toen ze vanmorgen thuis kwamen. Maar daarna was het eigenlijk heel relaxed. En hebben ze lekker zelf gespeeld. En we hebben lekker samen gespeeld. Tegenwoordig doen we vaak spelletjes ook samen. Want dat vindt Niels sowieso heel leuk. En Elen die vindt het leuk om een dobbelsteen te gooien. Dus, nou ja, dan, en dat is iets wat je natuurlijk makkelijk met z'n allen kan doen. En Eden heeft heel veel met haar pop gespeeld. Ik heb met Niels nog een moodboard gemaakt. Dat hebben jullie volgens mij ook wel gezien. Dus uiteindelijk was het een hele gezellige dag. Maar ik ben nu echt... Ja, ik lig eraf middens. Ik twijfel of ik zo, als ik het bed op heb gemaakt, in bed ga liggen. Of dat ik toch nog even gewoon tv ga kijken. Finale van Love Island 2000, ik weet niet hoeveel. 2017 of zo, 2016. Kijk al die oude Love Islands terug. En volgens mij heb ik... Nee, ik heb niet de finale nu. Ik heb nu de Final Date aflevering. Volgend weekend gaan de kids waarschijnlijk bij mijn schoonouders logeren. Dat is wel echt heel leuk. Want dat is echt zo lang geleden wat ik al zei. Dat ze die gezien hebben. En ik dacht eigenlijk laten we het over 2 weken doen. Maar nou ja, volgende week is ook prima. Dus ja, dat zou wel heel leuk zijn. En... Ik denk dat ik de vlog gewoon lekker ga afsluiten, want er komt echt niks sprankelends meer uit me. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doei!